Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Vandaag is het vrijdag. Vrijdag is de laatste werkdag van de week. Allee, als ik nu in zelfstandig aan het bijberoep bezig ben, dan merk ik wel dat je eigenlijk nooit helemaal vrij bent. Maar oké, het is wel leuk om te doen, dus ik vind het helemaal niet erg. Ik ga nu mijn ontbijtje maken, want ik moet om 9 uur beginnen met werken. Normaal gezien eet ik altijd havermout, maar er is geen havermout meer, dus mijn enige oplossing is om een nieuw portgene pannenkoeken te maken, wat super lekker is, maar het steekt al tijd in. Dus ik ga nu even pancakes maken. Wat hebben we nodig voor proteïnepannenkoeken? Proteïnepannenkoekenmix natuurlijk. Een eitje. Water. Eén belangrijk ding niet vergeten. De shaker natuurlijk. Oké, om de pannenkoeken te maken heb ik precies 100 gram van de pannenkoekenmix nodig, dus die ga ik eerst hierin doen. Oké, check, dan één eitje moet erbij. Dan 250 ml water. En dan shake maar. Superveel mogelijkheden om mijn pannenkoeken mee af te werken. Ik heb vandaag gekozen voor honing, voor speculoospasta, maar dat gebruik ik eigenlijk normaal nooit. En ik heb ook altijd een bruine banaan van gisteren. Die ga ik opmaken. Talisa ligt nog te slapen, maar ik heb voor haar wel al pannenkoeken voor ontbijt gemaakt. En ik ga nu vertrekken naar het werk, dus ik zie jullie heel graag straks terug. Hallo, goedenavond. Trotje. Ik loop voorbij en die vangt me naast ons. Ja, nee, die wil daar iets vangen. Daar, dat is een beestje of zo. Een beestje, ja. Het is 20 na... Tijd om te vertrekken. Nee, want ze hebben net gestuurd dat ze later gaan zijn allemaal. Ik ga eten met Eva en Freya, maar ik heb vandaag iets aan mijn rug gekregen. Echt pijn aan mijn rug, aan mijn schouder, onder mijn schouderblad aan de linkerkant. En we hebben een nieuw kantoor, allee, een extra kantoor, dus ik denk met iets te heffen of zo, ik weet het niet. Maar ik ga dus zelfs eten met Freya en Eva, Sam gaat fitnessen. En daarna gaan wij waarschijnlijk naar Tussaardplein. Daar ben ik nu echt al eens eeuwen niet meer geweest. Mijn hoofd ziet er zo raar uit, hè? Ja? Mijn hoofd. Je hoofd ziet er mooi uit. Zo'n groot voorhoofd. Ja, dat is heel beter. Ja, we gaan dus nog eens naar de Koestal. Hoe lang zijn we daar al niet meer geweest? Aan mijn verjaardag of zo. Denk ja, of mijn, mijn verjaardag? Nee, jouw verjaardag. Mijn, dat is al van maart geleden. Dus ik had er eigenlijk niet zo heel veel zin in, moet ik eerlijk zeggen. Want zo feesten, ik weet niet. Nou, lang niet meer gedaan. Ik heb daar ook niet echt heel veel goesting in, precies. Maar, oké. Okay. Zo wil ik graag gaan, maar ik trouwens ook een kogel. Ah ja, dus we gaan naar de Koestal. En Sam, ik weet niet of Sam gaat komen. Ik zal nog niet. Ik hoop even. Anders ga ik wel, ben ik op tijd door. Want we hebben morgen ook druk. En we moeten een trouwfeest morgen. Dus dat gaat druk zijn. Oké, ik zie jullie zelfs bij de sushi. Hè.
guys, ik ben het. Mijn vrijdagavond ziet er net ietsje anders uit dan die van Thalisa. Ik kom net terug van de fitness, ben net gaan trainen. Ik ga nu iets eten. Ja, het is vrijdagavond, dus je mag wel eens een beetje gek doen. Hè. Dus ik heb kebab gehaald, alleen durum gehaald. En trouwens, oh zalig, ik heb deze keer zo'n pepertjes erbij gekregen. Meestal als je kebab gaat uithalen, dan vergeten ze soms die pepertjes erbij te geven. En dan ben ik net echt het lekkerste. Je maak het af. Dus ik ga nu mijn durum eten. En ten derde, wat ga ik nog doen vanavond? Ik ga mijn zetel ploffen en ik denk dat ik nog een beetje ga werken. Ja. Werken op een vrijdagavond. Sommigen zijn zo gek om dat te doen, maar... Allee, ja. De meesten begrijpen dat niet, dat je zegt, ik ga op een vrijdagavond nog werken thuis. Allee, het is weekend, stop ermee, maar ja, mij maakt het niet uit. Ik ben nu toch thuis, ik heb niks te doen. Ik kan beter mijn zetel zetten met mijn laptop op mijn schoot en een beetje nog werken. Trouwens, als je werk graag doet en je vindt het leuk om te doen, dan is dat allemaal niet zo erg. Ik heb nog een video te editen voor een klant van mij, die wil een soort van aftermovie. Van een paar beeldjes wat hij geschoten heeft, dus dat ga ik nu maken. Dat vind ik toch... Oh, dus dat is plezant om te doen, ik edit graag, ik ben graag met video bezig, dus dat is een leuke taak. En ben ik ondertussen toch aan het werken en ja, dat verdienen dus zo. Who cares? Ik ga eerst beginnen aan mijn kebab, want ik heb honger. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. I love it. Ik wil een hartje maken. Ik kan ook een hartje met ons arm maken. Oh, met een hartje. Ik ben terug thuis. As you guys can see. Ik was al thuis. Sam was al thuis. Het is 3:10. En Sam is heel de tijd wakker gebleven. Voor mij. Ja. Nee. Ja. Eigenlijk voor zijn werk. Maar echt voor u. Zeg. Ja, echt. Doe dan op zijn minst alsof. Doe toch alsof. Ik had het heel fijn gehad. Het was leuk. Er was niet veel volk in de koestal. Maar het was wel gezellig met Mieta en Freya. En we hebben goed gedanst. Goed gebabbeld. Dat is het belangrijkste. Ik weet niet wat nog. Dus ja, het was wel leuk. Maar nu ben ik weer even zoet om op stap te gaan voor een tijd. Morgen is het wel terug partytime. Ja, morgen moeten we naar een trouwfeest en volgende week moeten we weer weg. Ja. Dus ja. Maar het was wel leuk geweest. Ik vond het fijn. Het was heel gezellig. Hopelijk vonden jullie het ook een leuke vlog. Dus zeker. Thumbs up. Niet doen wat dat Sam deed, hè. Nee, thumbs foei. Up doen, hè. Niet doen, hè. Foei, hè. Foei. Thumbs up. Wij gaan slapen. Dat is trouwens een van de eerste keren dat wij... Oh, dat is mijn gsm. Oh, waar is hij? Hier. Dat is trouwens een van de eerste keren dat we een bed filmen. Wat we dat nog eens gedaan, nooit. Maar heel weinig. Ja, we doen dat eigenlijk bijna nooit. Op vakantie hè? Of zo. Ja. Maar thuis sluiten wij meestal de vlog onder al af. Ja. Omdat wij van het principe zijn, een bed moeten we niet meer filmen of niet meer op een gsm. Mm-hmm. En moeten we slapen. Dus 's avonds zitten we ook niet meer op de gsm. Oké, ik ben weer aan het zagen, sorry. Hè. Slaap wel iedereen en wij zien jullie morgen.